Een hele goede morgen en welkom weer eens bij een dag / twee dagen vlog. Vandaag heb ik eigenlijk een hele dag thuis en aangezien sommigen van jullie de weekvlogs misten, dacht ik van ik ga vandaag gewoon eens weer een dag thuis filmen. Morgen hebben we een event in Amsterdam, dus dacht ik neem beide dagen mee en ga ik weer gewoon voor jullie filmen. Dus welkom weer bij een dagvlogje. Het is vandaag donderdag. Vanaf zaterdag zit ik reserve. Dus ik blijf morgenavond na dat event ook slapen in Amsterdam. Hetzelfde geldt voor mam, die zit ook reserve. En ik ga morgen ook mee naar het event, dus dat is super gezellig. Het is momenteel 10:55. Ik heb net eventjes post weggedaan. Ik moet alleen nog even een pakketje terugsturen. Dit vest wat ik had besteld, misschien hebben jullie dat wel in een reel of TikTok gezien. Super blij mee, maar ik had er dus een broek bij besteld die niet helemaal mooi zat. Dus die ga ik even terugsturen. Maar dat moet bij zo'n, ik heb er zo'n scheidhekel aan, bij zo'n mondiaal relay punt. En dan zit er dan, bij ons in Limburg zit er al bewijs van twee van. Dus ik moet even kijken waar ik die weg kan brengen. Maar ik ga eerst eventjes naar de sportschool. Ik heb gisteren personal training gehad, ik heb vandaag gewoon open gym. Maar ik heb zo weinig gesport de laatste tijd en dat is ook wel echt terug te zien in mijn meting. Dat was niet heel best, maar goed, ik wil het gewoon wel lekker oppakken. Nog steeds heel blij met mijn haarkleur. Het is ook de eerste keer op YouTube dat jullie deze kleur zien. Hallo Cherry Cola Red. Heel erg blij mee. Na de sportschool moet ik eventjes naar de binnenstad toe. Bij ons hier bij de HEMA. Die is dicht, want die wordt verbouwd. Dus ik moet panties hebben voor onder het uniform, zeg maar. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. En daarna ga ik inpakken voor reserve. En dan morgen gaan we al op tijd naar Amsterdam. Want we hebben het laatste deel van de L'Oréal Skincare Campus. Dus dat is heel exciting, want we gaan, afstuderen van de Skincare Campus. Dat is wel heel erg leuk. Maar goed, op naar de sportschool. Ik heb helemaal niet zo'n zin. Ik moet nog een benen trainen. Dat is nog steeds niet leuk. Met sporten. Ik had eventjes de hoop dat ik het voor jullie ging filmen, omdat ik de enige was in de sportschool. En toen werd het ineens heel druk en toen dacht ik van nee, dus sorry. De komende keer echt, ik beloof jullie dat ik het ga filmen, maar die drempel is voor mij te hoog of zo om dat te gaan doen. Ik dacht net toen ik van het cardioapparaat kwam, laat ik maar even eerst naar huis rijden om te gaan douchen. Want ik heb me echt kapot gezweet. Maar nu denk ik van nee, laat ik maar gelijk. De sportschool ligt heel dicht bij de binnenstad. Dus als ik eerst weer helemaal naar huis vind, moet ik dan weer de auto, daar heb ik niet zo'n zin in. Dus ik denk dat we nu maar even naar de stad gaan rijden. Moet panties hebben voor werk. Als ik word opgeroepen dit aankomende week. En ik wil even kijken voor toch nieuwe sneakers. Want ik heb deze, ik sport die Metcons, die Nike Metcons. Maar de neuzen, mijn tenen komen er bijna doorheen. Ze zijn ook al echt heel oud. Dus ik denk dat ik even ga kijken voor nieuwe sportschoenen. En gewoon even wat winkels binnen. Gewoon leuk even, zoals altijd, ik doe, shoppen. Dus laten we even naar de binnenstad rijden. Oké, ik ben in de stad. Mijn auto heb ik geparkeerd. En ik denk dat ik even begin met een broodje ergens halen. Want ik heb trek. Oké, ik heb even lekker een broodje gegeten. Ik film uit een niet charmante hoek, want het is super druk in de stad. Ik had me niet gerealiseerd dat het kermis is in Venlo. Dus dat huis trouwens van de achterkant. Ik loop even naar het Duitse gedeelte, want er zit een JD Sports. En daar zullen ze wel de schoenen hebben die ik graag zou willen. Oh my god, ze hebben hier ook echt een hele kerstwinkel. Kijk. Kijk even naar deze winkel. Kijk nou. Hoe schattig zijn deze? Wow. Wow. Ja, sorry, maar ik moet hier even naar binnen. Dit is toch niet normaal? Oh my god, zo schattig. Kijk wat leuk. Maar dit zijn echt helemaal mijn kerstballen. Deze vind ik ook heel leuk. Oh, ze hebben zoveel donuts ook. Deze vind ik ook echt heel leuk. Wat een schattige dingen hebben ze hier. Echt voor iedereen wat wil, trouwens. Niet normaal. Kijk nou.
Oh, ho, ho. Kijk, dit zijn in principe de schoenen die ik graag wilde. €200 wel. Niet goedkoop. Maar ik ben hier echt al zo lang naar op zoek. Dit is precies de kleur die ik wil. Dus ik ga ze wel even passen. Oké, ze hadden de schoenen dus niet meer in mijn maat helaas. En ze hadden echt maar één kleur. Terwijl ze normaal van die variant super veel kleuren hebben. Dus ik hoop dat ik tijdens mijn reserve even ergens heen mag waar ze ze ook verkopen. Amerika of zo. Zou heel fijn zijn. Kijk hoe leuk deze kalender is. Ik ben bij Rituals trouwens. Super leuk. Ze hebben er nog heel veel weer in Venlo. En ze hebben dus ook een kleinere. Die is ook iets goedkoper. Cute. Ik was eigenlijk bij de Rituals voor die Teddy lipbalm die nou helemaal viraal aan het gaan is. Maar zodra iets viraal gaat hier in Nederland is het overal ook meteen op uitverkocht. Dus helaas, die hadden ze niet. Ik ga nu even door naar de Hema. Van Hema. Ik weet nooit of daar een de of een het voor moet. Maar goed. Want dan koop ik altijd mijn panties. En die moet ik echt serieus hebben, want die waren op. En dan ga ik dan naar de winkels waar ik eigenlijk niet naartoe hoef. Maar waar ik gewoon heen wil, zoals Primark en zo. Maar eerst even naar de Hema. Ik moet zo ook nog even boodschappen doen voor mijn reservedienst, zeg maar. Ik ga eerst even panties pakken. Ik pak dus altijd deze, die paarse verpakking. En ik pak dus altijd de grootste maat, die 48-52. Heel overdreven, want ik heb een broekenmaat 42 tot 46, zeg maar. Dat ligt er een beetje aan welk merk. Maar dan scheuren ze bij mij gewoon niet zo heel erg snel. Dus dit vind ik echt ideaal. Ik denk dat ik aan twee verpakkingen wel genoeg heb. Zit er al twee per verpakking in. En ik heb er nog één. Vijf paar panties. Dat moet. Ze zijn maar €2 nu in plaats van 4. Dus ik neem ze wel gewoon mee. Nog eentje. Dan heb ik 6 panties. 7 met die ene nog thuis. Maar ik moet dus ook even eten halen van mijn reservedienst voor mijn slaapadresje. Want ik zit dus van 9 tot 5 iedere dag. En dat is eigenlijk net een stomme tijd, zeg maar. Dus dat is niet echt een tijd dat je even snel tussendoor naar de supermarkt kan. Want als je wordt opgeroepen en je moet er binnen een uur zijn, dan ga je dat net niet halen. Maar ik ga nog even verder rondneuzen in de Hema, want ze hebben hier alweer leuke spullen. Deze vind ik ook leuk, deze kaars. 40% korting. Leuke kleuren dit. Wat wit met dat roze. En kijk, bij Hema kun je ook nijns krijgen. Wel een ander soort nijn dan wat ik heb, maar als je een nijn wil. Hema heeft ze ook voor €16. Ik heb voor mijn nijn iets van €25 betaald. Dus €9 goedkoper hier bij Hema. Oké, dat is allemaal. De deur gaat niet open. Alles bij de Hema is gekocht. Ik moet echt nog twee dingen doen als boodschappen doen. Dat moet zeg maar voor mijn reservedienst en geld pinnen. Zodat ik mijn slaapadresje kan betalen. En dan gaan we naar winkels. Ja, het boodschappen doen doe ik zeg maar als allerlaatste. Want alles loopt slepen door met die spullen. Ik heb mijn auto in de parkeergarage aan de lader staan. Dus ik wil niet dit op en neer hoeven lopen. Maar ik loop nu wel langs de Intertoys. En daar gaan we ook even naar binnen. Funko Pops. Maar volgens mij had ik het op YouTube nog niet verteld. Ik heb dus kaarten voor Comic Con gekocht. En ik heb dus de weekendtickets. Dus zowel zaterdag als zondag. Zaterdag ben ik sowieso vrij. Dus daar, die dag ben ik er sowieso. Zondag moet ik nog even afwachten. En volgens mij wordt het pas over 2 weken gepeld of ik dan vrij ben. Maar we gaan erop hopen. Maar ik zou het wel heel tof vinden om er een keer een heel weekend te zijn. En dan ga ik even kijken of ik in de buurt kan blijven slapen. Toen we natuurlijk altijd even tussen kijken. Die vind ik echt heel tof. Zo'n neonlamp. Ik hou van neonlichten. Die vind ik ook wel leuk. Maar die vind ik het allerleukste. Over nijn gesproken. Dit is dus de nijn die ik heb. Alleen die voor mij is natuurlijk een stuk kleiner. Deze is amazing. Oh. Ik bedenk me nu ineens dat ik ook nog even langs de AMAC winkel wil. Ik heb nu namelijk die iPhone 16. Maar die heeft weer een andere aansluiting dan een oude iPhone 14, zeg maar. En ik vind het heel irritant dat het kabeltje wat erbij kreeg USB-C naar USB-C was voor deze nieuwe telefoon. Dus ik wil eigenlijk kijken of ze niet gewoon een USB-A naar USB-C hebben. En waar beter om te kijken dan de AMAC winkel, zeg maar. Even kijken. Oké, ze hadden hem. Dus dat was echt heel erg fijn. En ik heb nu dus 2 kabels. Dus als er iets met eentje is of ik kan er eentje in de auto laten en de ander in mijn tas doen, waren het €20.
Kijk, hier zijn allemaal die kermiswagens. Maar met de iPhone 16 vind ik het dus irritant. Want die USB-aansluit, dus die bredere, die je normaal altijd hebt, die krijg je dus niet meer bij de nieuwe iPhone. Dan krijg je USB-C naar USB-C, wat echt super irritant is. Maar die gaat dus niet in mijn powerbank. Of, in de auto gaat het gelukkig wel, maar powerbanks en mijn wereldstekkers en zo kunnen ze dan weer niet in. En met deze nieuwe kabel dan weer wel. Dus ik heb nou in principe alles wat ik moest hebben qua moeten hebben. Alleen nog boodschappen en geld binnen. Maar dat doe ik daar op het laatst. Dus we gaan nu even naar de winkels waar ik eigenlijk niks nodig heb. Maar waar ik wel even langs wil. Zoals de Sting, H&M, Primark. Ja, dat gaan we doen. Ik weet dus niet of ik daar de enige in ben. Maar ik kan bij de H&M dus nooit iets vinden. En dan zie ik bijvoorbeeld Vera. En die haalt de leukste dingen bij de H&M weg. Maar ik zie het hier gewoon niet. En ik vraag me dan soms echt af, ben ik dan de enige die dat heeft? Of zijn er meer mensen? Ik zie het gewoon niet. Nee. Oké, ik ben even bij de Only binnen. En ik zie daar dit kooltruitje, dit panterprint kooltruitje. En ik dacht voor onder die oversized zwarte blazer met een zwart rokje. Dus deze gaat mee. Ik zit wel eventjes terug in de auto. Ik wilde eigenlijk nog heel graag naar de Primark, maar het is super druk in de stad vanwege de kermis. En heel erg veel Duitsers. En dan, als je uit Venlo komt of je woont of je kent de Primark, dan weet je dat het op drukke dagen daar gewoon niet grappig is. Dus dat ga ik niemand doen. Ik heb net even geld gepind en ik ga nu eventjes richting huis. En dan ga ik daar bij de Albert Heijn boodschappen doen. En dat was echt, ik vond dat dit heel grappig, want jullie zeiden altijd, ja, boodschappen doen vinden we heel leuk om te zien. Dus ik denk, nou ja, dan gaan we even naar een rustige Albert Heijn, want ik had hier ook in de stad bij de Jumbo boodschappen kunnen doen, maar daar is het ook echt super druk. En ik vind het in de stad, bij de parkeergarage, zeg maar, bij de Q-Park gewoon geen fijne Jumbo, omdat daar wat types rondhangen die niet helemaal kosher uitzien soms. Ik snap wat ik bedoel. Maar goed, ik moet eventjes dus naar het dorp toe waar ik deze af kan geven. Ik heb geld wel gepind, wat ik al zei. Ik heb dus panties gekocht en dat pantertopje, kooltruitje, heel erg blij mee. Dat zijn van die, ik probeer dus wat meer basic, zeg maar, in te slaan qua kleding. Die ik onder een leuke blazer aan kan met een rokje of een spijkerbroek. En we hebben morgen natuurlijk die graduation van die skincare campus. En dan vind ik het wel leuk om, vind ik het leuk om er wel een beetje leuk uit te zien. Het liefste ga ik namelijk gewoon zo. Maar ik weet nog dat ik daar de eerste keer kwam op die skincare campus. En niks tegen andere influencers. Maar iedereen ziet er zo, om door een ringetje te halen, uit. En ik weet nog dat ik daar kwam dat ik echt dacht, oh, ik pas hier zo niet tussen. Dat was echt heel erg. En dat heb ik wel vaker op events gehad. Dat ik echt op een event stond met andere influencers. Dat ik echt dacht, ik pas hier zo niet tussen. Qua kledingstijl en qua, ja, geen idee eigenlijk waarom ik het zeg. Maar ik hoop dat jullie een beetje snappen wat ik bedoel. Maar goed. Ik blijf maar goed zeggen ook. Hè. Dat is ook zo erg. Ik ga nu richting het andere dorp. Pakketje afgeven. Boodschappen doen. Auto is opgeladen helemaal. Dus daar kan ik morgen een eind mee komen. Geld is gepind. Pentjes gehaald. Oplader gehaald. Oh ja, die heb ik ook nog gekocht. Gesport. Dus boodschappen doen. Pakketje afleveren. Koffer inpakken. Nee, eerst als ik thuis kom douchen, dan koffie te pakken. Okay. Plan de campagne. Oké, ik ben bij de Albert Heijn en ik ga even beginnen met eten voor vanavond halen. En dan kijk ik dus altijd bij die verspakketten die ze hebben. Want daar zitten meestal echt super lekkere dingen tussen. Dus ik ga even kijken wat we vanavond gaan eten. Oké, ik denk dat we vanavond gaan voor pompoensoep. Dat vind ik altijd heel erg lekker. En ik haal daar, als we soep eten, meestal tomaten, mozzarella en pesto bij. Daar kun je van die lekkere hapjes van maken. En stokbrood. Ik moet alleen nog even kruidenboter pakken. Als ik reserve zit op dat adresje waar ik dus altijd zit, kan ik niet echt koken. Dus dan moet ik eigenlijk zorgen dat ik iets heb in de magnetron of in de oven. Dus ik ga meestal voor van die maaltijden die je op moet warmen. Ik vind deze heel erg lekker. Dus deze gaat mee voor de eerste avond. En deze twee gaan ook mee voor op mijn adresje. Dat vind ik altijd lekker voor 's ochtends. Want ik eet 's ochtends tegenwoordig niet meer zo heel veel. Ik neem namelijk die shake van ISN, die daily. En dan zoiets. Echt top. En dan echt heel slecht. Maar voor ook heb ik deze. Die
Honeybees luxe zakken die staan. Dus ik heb deze gepakt en een pak halfvolle melk. Voor ook bij mijn adres. Want het is best lekker. Zo voor. Als je niet kan koken, zeg maar. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb mam eventjes geholpen beneden. Boodschap in de ijskast gelegd. Even gedoucht zelf, want ik had nog mijn sportspullen. Dus dat was een beetje nodig. En ik zit nu op mijn kamer, want ik ga beginnen met inpakken voor mijn reservedienst. En ik wil jullie helemaal meenemen door dat proces. Want het is nogal wat. Kleine disclaimer, want ik weet ook dat collega's dit zien en misschien denken van, joh, waar ben je mee bezig? Voor wie mij nog niet zo lang volgt, hoi, ik ben Marianne. Ik vlieg natuurlijk als stewardess en eens in de zoveel tijd zitten wij reserve vanwege het werk. Dat betekent dat wij kunnen worden opgeroepen voor, laten we zeggen, iemand die ziek is of een vlucht is uitgevallen of een extra vlucht die moet gaan. Of er is ineens een groter vliegtuig ingezet dan voorheen de bedoeling was. En daardoor staan er dus altijd mensen standby, oftewel reserve. En die kunnen worden opgeroepen om dus iemand te vervangen of de crew te versterken. Iets in die richting. Heel veel mensen vragen ook altijd van, ja, maar moet ik niet een uur van Schiphol afwonen om bij het bedrijf waar ik voor werk te mogen vliegen? Het antwoord erop is nee. Je mag bij wijze van spreken op Curaçao wonen, zolang je maar altijd op tijd bent voor je vluchten. Het enige is inderdaad, als jij reserve staat of standby staat, dan moet je binnen een uur op Schiphol kunnen zijn. Of binnen het uur, zeg maar. Dus dan heb je 60 minuten. Nu is het tegenwoordig zo dat dat alleen nog voor dag 1 van het reserve zitten geldt. In principe sta je 2 keer 5 dagen reserve in een blok. Er zijn wat uitzonderingen, maar daar ga ik niet helemaal op in. Ik sta 2 weken reserve. De eerste week sta ik van 9 tot 5 reserve. Wat betekent dat ik op dag 1 een uur de tijd heb om vanuit de plek waar ik ben op Schiphol te komen. Op het bemanningscentrum, om dan mijn paspoort te swipen. Vanaf dag 2 heb ik 1,5 uur de tijd. Dat is nieuw. Dus dat is in ieder geval, ja, fijn. Het maakt niet uit, want ik ben altijd heel dichtbij. En voor wie mij al langer volgt of voor wie mij nog niet kent. Ik woon dus best wel een eindje van Schiphol af. Ik woon in Limburg. En ik heb zo'n 2,5 uur nodig om op Schiphol te komen. Wat betekent dat ik met reserve zitten dus niet thuis reserve kan zitten. Ik moet dus dichter naar Schiphol toe gaan om reserve te kunnen zitten. Of om op tijd te zijn voor reserves. Dus dat doe ik ook altijd netjes. Ik slaap dan op het adresje waar ik eigenlijk altijd slaap tijdens reservediensten. Of als ik een keertje een hele vroege vlucht heb, dan zit ik daar altijd, slaap ik daar de avond van tevoren bij wijze van. Of ik heb een Europa-bed met af en toe een Amsterdam, nachtje Amsterdam, dan slaap ik ook daar, zeg maar. Dus dat is een beetje het verhaal. Vandaar dat ik dus moet inpakken op letterlijk alle mogelijkheden die reserve zitten heeft. En dat is voor mij zowel binnen Europa als intercontinentaal. En dat kan dus overal heen zijn. Buenos Aires, New York, Vancouver, Tokio, Hongkong, Johannesburg, Accra, weet ik veel waar. Het kan allemaal. Dus ik moet letterlijk eigenlijk heel erg veel meenemen. Want ik moet voor alles voorbereid zijn. Ik kan 9 dagen in Buenos Aires zitten. Ik kan ook een dagje Parijs op en neer moeten vliegen. Bij wijze van. Dus voor mij is het best wel een beetje een ding. En ik dacht, misschien is het leuk om jullie mee te nemen met hoe ik dat doe. Dus laten we er snel induiken, want ik ben veel te veel aan het jappen. Dus wat ik doe is eigenlijk de basics verzamelen. En dat betekent dus koffer, trolley, opzettas, plastic zakken. Ik ga zo de logica uitleggen. Het eerste wat ik meestal doe als ik dit allemaal van zolder heb getrokken. Want ik neem niet altijd meer mijn grote koffer mee op reis. Ik probeer altijd zoveel mogelijk alleen met mijn trolley te doen. En vooral met 3 of 4 daagse, waarvan ik weet dat ik niet heel veel ga doen. Tenzij het Amerika is waar ik weet dat ik naar de Target ga of ga shoppen of zo. Maar het eerste wat ik daarna doe is mijn iPad pakken en ik ga eigenlijk checken wat het weer over de hele wereld aan het doen is. En ik heb net al even gecheckt. Ik check altijd steden waar... Het is namelijk november... Nee, oktober is het nog steeds. Het is nog steeds oktober. Maar het kan op dit moment op de wereld overal heel ander weer zijn. Ik heb even Vancouver gecheckt. Daar is het 10 graden. New York is het zelfs nog 17 graden. Tokio is het nog best wel warm, is het 24 graden. Johannesburg, Buenos Aires, Kaapstad begint nu zomer te worden. Daar was het ook al 27 graden. Het enige wat ik niet heb gecheckt zijn Shanghai, Hongkong. Daar kan het ook nog wel eens koud worden volgens mij. Even kijken, Calgary heb ik gecheckt. Daar was het nog best... Het gaat nergens in ieder geval onder de 7 à 8 graden op de wereld momenteel. Tenzij je naar Alaska gaat, maar daar gaan we niet heen. Dus... Echt een dikke winterjas, weet ik al dat het niet nodig is. Dus ik heb wat vesten gepakt die ik in ieder geval meeneem. Ik neem lekker een sjaal mee. En dan ben ik voor die bestemming waar het nu winter wordt. Denk aan Canada, New York,
Dat soort dingen, daar ben ik wel oké voor. Ik ging Shanghai nog even opzoeken. Dit is ik die aan het manifesteren is dat ze naar Shanghai of Hongkong of Tokio mag. Pray for me. Shanghai is het ook nog 23 graden. Dus dat is eigenlijk een van de eerste dingen die ik altijd doe. Ik weet ongeveer wel wat de omlopen zijn tegenwoordig van de reizen. Dus ik weet dat het langst dat ik weg kan zijn 8 à 9 dagen is naar een Taipei of naar een Buenos Aires. Dat is gelukkig allemaal lekker warm weer. Dus ik weet ook dat ik meer wat zomerkleding in moet pakken dan winter. Maar goed, wat de volgende stap dan is? Ik begin altijd met het allersimpelste eigenlijk voor mij om in te pakken. En dat is mijn opzettas. Als ik vlieg heb ik meestal een trolley mee en een opzettas. En wat er in mijn opzettas zit is eigenlijk alles wat ik aan boord nodig heb. Dus mijn schort bijvoorbeeld zit daarin. Mijn overhandschoenen zitten erin. Ik moet allemaal even netjes op gaan vouwen. Mijn pyjama voor in de crewrest zit erin. Mijn boordschoenen zitten erin. Nou ja, dingetjes zoals mijn paspoort. Heel stom handcreme. Dingen die ik eigenlijk alleen aan boord nodig heb. Ik doe mijn lenzen. Lenzenspullen doe ik erin. Die zitten in dit hele schattige stitch tasje. Alles eigenlijk dus wat ik aan boord nodig heb gaat hierin. Dat ik in ieder geval, wanneer wij in het vliegtuig komen, met mijn trolley weg kan zetten. Die de hele reis in principe niet meer nodig ga hebben. Dus het eerste wat ik even ga doen is deze ready to go maken. Zij opzettas is bijna klaar. Het enige wat ik nog even ga doen is dit tasje checken. Ik heb hier namelijk altijd dingetjes zoals mijn lenzenvloeistof in zitten. Een lenzendoosje, mijn oordoppen. En wat ik dus zag wat op was, wat altijd in het tasje zit, zijn pleisters. Ik gebruik altijd deze Hansaplast dingetjes. Dit zijn van die 1 meter, van die langere pleister, of van die bredere pleister die je even moet knippen. Zoals velen van jullie weten heb ik namelijk een tattoo op mijn enkel. En ik moet natuurlijk zorgen in uniform dat die bedekt is. Dus wat ik dan altijd even doe is dat ik deze koop. En wat ik eigenlijk doe is ik knip ze even met een schaar letterlijk doormidden. Dan zijn ze precies groot genoeg om mijn tattoo mee af te plakken. Maar deze is dus klaar. Als je geritsel op de achtergrond hoort, mam is volgens mij ook aan het inpakken voor de reserve. Dus als je hoort, of je hoort geritsel, it's her. Maar goed, nummer 1 is klaar. Wat? Er is een geritsel op de achtergrond. Ja, nou, ik woon hier ook. Zij woont hier ook. Zij. Ze is ook aan het inpakken voor de reserve. Maar goed. Very, very, very lastig. Ja, dat ben ik aan het uitleggen dat dat voor ons best lastig is soms. Ja. Maar goed, wat ik dan meestal doe. Is ik ga beginnen aan de plastic zakken. En dan heb ik keuzestress. Ook dat. Wat ik meestal doe met plastic zakken. Ik heb 3 plastic zakken. Dit is volledig onnodig. Laat ik dat even voorop zetten. Het is echt een luxe iets dat ik dit aan het doen ben. Maar wat ik meestal doe. Is ik pak sowieso 2 plastic zakken. Eentje voor een winterse bestemmingen. Eentje voor zomerse bestemmingen. Dus in eentje gaat bijvoorbeeld gaan zomerjurkjes, rokjes, t-shirtjes. En de andere gaan eerder truien en eventjes iets van een jasje en een sjaal. En die zet ik dadelijk los in mijn auto. Dus die gaan nog niet in mijn koffer. Als ik dan word opgeroepen naar een van de bestemmingen waar ik iets van dit nodig heb, dan kan ik het zo, die plastic zak, in mijn koffer doen. Maar dan vraag je je af, Ariane, waar is plastic zak nummer 3 voor? Nou, ik ga het jullie vertellen. Schrik niet. Je ziet het misschien al aan de zak zelf. Ja. Dit is mijn Disney zak. Ja. Dit is mijn manier van manifesteren dat ik opgeroepen word van Disney bestemming. En als jij niet wordt opgeroepen van Disney, maar ik wel, dan pak ik die zak. Yeah. Maar goed. Hier, wat ik hier dus in ga doen, onder andere een loungefly. Hier gaan ook mijn snorkelspullen in. Dus ik heb 1 zak voor, hopelijk, misschien ook een Bonaire. En eventueel dus een Disney bestemming. Zoals jullie weten, oren neem ik niet mee. Want als we dan naar Disney gaan, dan hoop ik natuurlijk dat ik daar nieuwe oren kan scoren. Dus, maar er gaat wel even een loungefly in. Dus die ga ik even pakken. Oké, de loungefly waar ik voor nu voor heb gekozen is deze die ik de laatste keer in LA kocht. Het is die... Is het die Doctor Strange of Iron Man? Volgens mij is het Iron Man. Slecht hè, dat ik niet eens weet. Maar dit is in ieder geval de loungefly die ik in de tas ga stoppen. Wat een luxe probleem hè. Eigenlijk zou ik deze gewoon los in mijn koffer moeten. Want als, stel je gaat naar New York is het ook best een veilig zakje. Maar dat doe ik alleen voor Disney bestemmingen.
En wat ik ook in die plastic zak ga doen zijn een t-shirt en een trui. Dit is mijn Shanghai Disneyland t-shirt. En mijn Spirit jersey van Disneyland California. In LA is het namelijk al best wel wat frisser. Net als in Tokio. Dus deze heb ik ook in die zak. Voor het geval dat we naar een Disney bestemming gaan. Echt, willen jullie voor mij mee manifesteren dat we gewoon naar een Disney bestemming gaan? En als ik het dan voor het zeggen heb, dan zeg ik Tokio. En tussendoor wat ik ook even in die zak doe is mijn GoPro. Want de enige reizen waar ik mijn GoPro eigenlijk voor nodig heb zijn of Bonaire of Disney. Dus die gaat ook in die Disney zak. Het volgende wat ik meestal doe is dat ik aan mijn grote koffer ga beginnen. En die vul ik dus met spullen die ik denk ik hoe dan ook nodig ga hebben als ik mijn grote koffer meeneem. Dus als het een wat langere reis is of een Amerika reis neem ik dit sowieso altijd wel mee. En ik ga jullie laten zien wat er allemaal in zit. Ik neem sowieso altijd een paar slippers mee en mijn sportschoenen / sneakers. Dat heb ik mijn sportspullen en het lijkt eventjes heel erg veel. Maar ik weet dus niet hoe lang ik weg ga, dus dit laat ik er gewoon. En dan kan ik altijd nog in de auto eruit halen. Ik heb er altijd een bikini in zitten. Ik neem lekker mijn hoedje mee, die ik nog niet op kunnen hebben. En een tas eigenlijk, dus een tote bag. En eigenlijk gaat hier denk ik niet heel veel meer in. Ja, uiteindelijk gaat hier dus een plastic zak in met wat ik nodig heb. Plus mijn toiletspullen, zeg maar. En dat is ook in mijn geval best wel veel. Maar dit is dus wat er in mijn grote koffer gaat. Wat er eigenlijk altijd standaard in zit. Dan zak nummer 1. En dit zal een zak met winterspullen worden. Ik heb alvast eventjes een stapeltje gemaakt. Zoals je ziet, hier zit een wat dunner. Het is wel een warm jasje, maar niet een dikke winterjas. Een trui. Een kooltruitje. Ook niet zo'n dikke. En een spijkerbroek. Meer heb je op winterse bestemmingen toch niet nodig, want ik weet dat ik anders toch altijd in mijn sportspullen ga lopen. Maar voor aan het ontbijt of iets is dit wel top. Dus dit gaat eigenlijk in de eerste plastic zak. Het enige wat ik in deze plastic zak nog dadelijk even bij ga doen is een sjaal, maar die moet ik even nog beneden pakken. Dus dat gaat nog in deze zak. En dan stel ze zeggen van oké, je gaat naar Vancouver waar het nu 10 graden is. Weet ik dat ik deze zak pak, in mijn koffer doe. Koffer dicht. Ready to go. Oké, de zomerzak. Ik zorg ook altijd dat ik 2 aparte plastic zakken heb. Dat ik me niet kan vergissen als ik uiteindelijk haast heb. Het eerste wat ik in de zomerzak ga doen, zijn deze. Zomerzak. In mijn zomerzak. In de zomerzak. Ik zou ze ook gewoon al in mijn koffer kunnen leggen. Maar als ik dan, stel ik ga naar Vancouver waar het 10 graden is. Dan heb ik helemaal niks aan deze dingen. En dan is het alleen maar gewicht wat ik meesleep. En dat vind ik niet netjes naar de bagagemensen toe. Dus deze gaan in de zomerzak. En wat ook in de zomerzak gaat zijn deze sandalen. Voor warme bestemmingen, tropische bestemmingen. Denk aan Cartagena of zo zijn dit wel echt hele leuke schoenen om bij me te hebben. Dus ook deze gaan erbij. En dan heb ik nog mijn slippers natuurlijk. Even tussendoor. Ondergoed vergeet ik natuurlijk niet in sokken, maar dat ga ik niet laten zien. I hope that makes sense. Ik ga niet laten zien wat voor ondergoed ik meeneem. I'm sorry. Eerste tasje wat ik in ga pakken is hair. En eigenlijk is het heel simpel. Hier zit wat dingetjes in, zoals nagelschaartje, pincet, een extra lensdoosje, bobbypins, elastiekjes. En hier gaat mijn shampoo en conditioner van Biosilk in. En deze gooi ik dus in mijn grote koffer. Die ga ik niet in mijn handbagage meenemen. Dat is onhandig. Maar deze gaat in ieder geval in het hair tasje. Wat ik trouwens nog extra in mijn grote koffer heb gegooid, is mijn fanny pack. Die is altijd makkelijk als tasje. Mijn sieraden die ik altijd meeneem. Extra blouses en extra panties. En deze gaat er dus ook nog bij. Een ander tasje wat in mijn grote koffer gaat is mijn tasje met zonbescherming. Hier zit zonnebrand in, aftersun, gezichtszonnebrand, SPF op je lippen van Labello en een douchegel voor in de zon, zeg maar, van Nivea. Heel fijn is die. Het zit in het ice tasje, doesn't make any sense, maar dit is zo'n standaard tasje wat ik standaard klaar heb liggen voor als ik weet dat ik naar een zonbestemming ga. Dus die gooi ik ook in mijn grote koffer. Mocht ik hem niet nodig hebben, dan haal ik hem er weer uit. Maar dan zit hij er in ieder geval alvast. Skincare en zo ga ik nog niet inpakken en make-up. Want ik moet me morgen vroeg nog helemaal klaarmaken voor het event dat we morgen hebben. Dus dat doen we samen morgen even. Ga ik laten zien wat ik dan allemaal meeneem. Dus dat doe ik morgen nog. Maar in principe ben ik klaar. Alleen de laatste spulletjes die ik vannacht morgen vroeg nog nodig heb, die moeten er dus nog in. En dan zijn we helemaal klaar om reserve te gaan zetten. Wat zal het worden? Laat in de comments achter wat jullie denken dat het gaat worden.
Deze video komt denk ik zaterdag online. Dat is mijn eerste reservedag. Dus laat weten in de comments wat jullie denken dat het gaat worden. Goedemorgen en welkom op dag 2 die ik jullie had beloofd. Ik zie er iets anders uit dan gisteren, want we hebben vandaag dus dat event. Hoe laat is het? 10:40. Om 11 uur rijden wij hier weg. Ik heb het topje aan wat ik gisteren met jullie samen heb gekocht. Ik heb alles in de auto liggen, alleen mijn uniform hangt er nog even. En de dingen die ik in de auto nodig heb, zoals mijn Stanley gevuld met water, et cetera. Blikje Monster natuurlijk. En dan gaan we richting Hoofddorp. Daar is het event. Dat is ook wel echt het nadeel, dat alle events altijd in de Randstad zijn. Er is nooit een event bij ons in het zuiden. Dat is echt wel een nadeel. Maar goed. Volgens mij is moeder er ook klaar voor. Yay! Ja. Ik moet alleen nog mijn nieuwe schoenen aan. Heb je ook nog nieuwe schoenen? Ik heb ook nieuwe schoenen. Ja, dat wist je toch. Je ruikt de laarsjes. Kijk! Heb je toch gezien op de camera? Kijk! Kijk! Ik doe hier trouwens nog mijn zwarte blazer aan. Mama heeft ook had een heel nieuw pak gekocht en nieuwe schoenen. Dus we gaan even naar de schoenen kijken. Mijn pak hangt daar. Even kijken. Oeh. Het alarm staat er ook op, ja? Sparkly shit. Dan ja. Weet jij dat. Oh, kijk, er zitten echt steentjes in. You like? Ja, het is echt leuk. Oh ja, jatten. Ik heb een nieuw pak. I have new shoes. Ook alleen dat de hele dag op die hakken kan lopen. Kijk, dat is mooi, hè? Dat loopt toen wel zo. Nee, maar ik denk wel dat het ook veel zitten weer is. Nou, ik ga veel zitten, want ik ben oud. Zij is oud. Maar het is dus in Hoofddorp weer, het is de hele dag in principe. Inclusief diner. En het is dus het einde van de skincare campus. En Vera gaat niet mee en dat is stom. Ja, Vera vindt het echt stom dat ja, je niet meegaat. Ja, Vera, we vinden jou stom. Maar Vera had andere verplichtingen. Ja, dus. Vera, toch vind ik het stom. We gaan zo de auto in. Ik ga zo nog even mijn uniform de auto in doen. En dan op naar Hoofddorp. Nou, we zijn al bijna. Maar we zijn even gestopt bij een tankstation. Omdat mijn auto natuurlijk wel even moet laden. Leuk dat elektrisch rijden. Echt, ik raad het iedereen aan. Nu zie je pas hoe fel mijn haar eigenlijk is. Ik vind het zo tof. Echt. Ik ben er zo blij mee. Niet normaal. Ik heb even lekker een banaantje en zo'n Hypro shakeje gehaald. Ik had vanochtend namelijk alleen mijn ISN shake en verder nog niks gegeten. De laatste tijd kan ik 's ochtends niet meer zo heel goed eten. Maar dit is ook omdat ik gewend ben dat ik normaal opsta, mijn shake neem, ga sporten en daarna eet. Dus ik denk dat het daaraan ligt. Dus even deze voor nu. Nou, wij zijn op locatie aangekomen. En het eerste wat wij allebei zeggen is, we moeten als eerste plassen. Dat is echt zo irritant dat we van zo lang in de auto zitten. En dan ga je bij zo'n tankstation halverwege plassen. Maar ik heb wel mijn hele Stanley ook leeg gedronken. Dus daar zal het wel aan liggen inderdaad. En we hopen dat we eens een keer... Wij zijn dus altijd te vroeg. Hier staat weer dat water. Ja. Dat was de vorige keer ook. Slecht. Oké. Oké. Waarom gaan we met de trap als het andere lift is? Omdat er net stond, please use the stairs. Dus dat doen wij dan ook braaf. Ook nu met de leeftijd, je ziet het erger, toch? Ja. Vrees. We saw many, many content online. Content creators are really creative. So it's going to be hard, I think, to choose a winner. Zij zit weer aan de alcohol. Hey, hallo. Hier heb ik eigenlijk hard voor gewerkt. Eerste diploma in haar leven. Nou, ja. Het is wel zo. Ik heb een schooldiploma gehaald. En kijk hoe schattig dit is. Nee, Oh, ik druk je de camera al aan. Maar welkom op mijn reserveadresje. Zij is er ook. Ik zit reserve. Hoe laat is het eigenlijk? 20:40. 20:40. Mijn reserve begon om 9 uur vanochtend en nu is 20:40 en ik moet tot 4 uur reserve zitten. Ik heb zo'n idee, en dat wil ik niet te hard zeggen, want dadelijk gaat ineens de telefoon terwijl ik dit aan het filmen ben. Maar dat ik niet meer opgeroepen word vandaag. Helemaal prima. Maar ik heb gisteren eigenlijk kleine deeltjes gefilmd van de skincare campus en ik wilde nu even de outro filmen van de video.
Want we hebben gisteren ook weer echt op die skincare campus enorm veel goodies meegekregen. Nog meer. Dus daar wilde ik even doorheen gaan met jullie. Ga je mij nou bellen? Oh, ik schrik me rot. Oh, dat vind ik zo gemeen. Ik zag ineens de telefoon in beeld verschijnen. Ik denk, nee, het zal toch niet. Oh, dan hang ik nu echt paniek aan. Nou, nee, dat was echt helemaal niet leuk. Dat was echt helemaal niet aardig. Was dat niet aardig? Zo gaat het als je wordt opgeroepen. Ja. En dan moet je binnen een uur al zijn. Ja, dat was me wel gelukt hoor, maar... Ik kreeg wel even een hartverzakking. Maar goed, ik wilde jullie dus even laten zien wat wij gisteren allemaal op de skincare campus hebben gekregen. Mijn mam heeft eigenlijk exact hetzelfde gekregen. Dus ik ben me er helemaal bewust van, even een kleine disclaimer, dat dit echt bizar veel is. Dat meen ik serieus. De helft van het spul kan ik ook niet gaan gebruiken. Dus, maar wij zijn altijd, mam heeft net al dingen weggegeven. En het vrouwtje waar wij altijd bij slapen. Very kind. Well, I am kind. Dus, some people don't think so, but I'm very, very kind. Nee, maar we zijn ons ervan bewust dat het echt abnormaal... Ik heb skincare voor de rest van mijn leven, zeg maar. Dus ik ben hier heel dankbaar voor. Maar nogmaals, ik ben me ervan bewust dat dit niet normaal is. Laten we dat even als disclaimer zeggen. Gisteren was dus de afstudeerdag van de L'Oréal Skincare Campus. En mogen we ons officieel... skinfluencer, skincare experts wil ik het niet noemen, want dat ben ik zeker niet. Maar ik weet wel meer over skincare dan dat ik voorheen deed. En op die dag waren ook alle brands die onder L'Oréal vielen, of vallen, moet ik eigenlijk zeggen, die waren aanwezig. En we hebben een soort speed dating met al de brands of alle merken gedaan die onder L'Oréal vallen. En ze hebben uitleg gegeven over de producten, voor wat voor huidtypes hun producten het beste zijn, et cetera, et cetera, et cetera. En bij iedere stand kreeg je dan ook een product mee, om te proberen thuis bijvoorbeeld. Dus ik dacht, laten we daar eventjes doorheen gaan. Als eerste, toen wij de opening hadden, zaten we in zo'n hele grote ruimte. Dat hebben jullie gezien. En op iedere stoel lag dit hele schattige toilettasje. Alsof dit kind nog geen toilettasjes genoeg had. Dat was ook het eerste wat mam zei. Maar dit toilettasje zit dus bomvol met ook allemaal producten van de merken die onder L'Oréal vallen. Dus laten we eventjes doorheen gaan. Eén ding had ik er al eventjes al uitgehaald en heb ik al gebruikt gisteren. En dat is deze Revitalift filler voor onder de ogen is dat. Volgens mij. Ja, voor onder de ogen. Dat is dit potje. En heel schattig, want het heeft zo'n... Dit zeg maar. En dat doe je dan zo... Het voelt heel lekker, want die balletjes zeg maar, die zijn best wel een beetje koud. En dat voelt dan heel lekker onder je ogen. En ik hou ervan dingen die wallen tegengaan. Dus die heb ik er meteen uitgehaald. En die heb ik dus in mijn tasje gedaan voor als ik word opgeroepen dat ik deze mee op prijs neem. Is die van L'Oréal? Ja, die Revitalift. Super fijn spul. Ja. Iets anders wat ik even in mijn toilettas heb gedaan om mee op prijs te nemen. Want ik was een cleanser vergeten thuis. Dus ik heb deze van Garnier. Die kregen we gisteren ook. Dit is de Glow Booster Reinigingsgel. Dus die heb ik ook eventjes in mijn... Palet als gravel mee op reis. Ik ben ondertussen dit aan het drinken. Verder zaten er nog andere dingetjes in. Ik zal er wat sneller doorheen gaan. Een serum van La Roche-Posay. Een vitamine C oogcrème van Garnier. Van het merk SkinCeuticals. Dit vind ik een heel fijn merk, omdat het echt dermatologisch getest is. Ik weet niet precies wat het is. Het is een treatment. Het zal wel weer een serum zijn. Maar ik vind dus het hyaluronzuur serum en het vitamine C serum van SkinCeuticals heel goed. Het is ook meer een wat high-end merk van wat onder L'Oréal valt. Maar wel echt heel fijn. Deze van CeraVe. Dit is ook weer zo'n handige tube voor mee op reis. Love CeraVe. Ja. Even kijken. De toner van Lancôme. Dat Love vind ik... Lancôme. Dat vind... Hey. 1. 2, 3. Waar komen ze toch vandaan? Dit is de whole family. We hebben echt een lieve heersbeestjesplaag op dit moment. Nou ja, we hebben er 3. We hebben er 3. Ja, het begon met 1. Ja, William. William. We hebben er eentje William. 2. En nu hebben we er 3. Maar goed, even verder. Toner van L'Oréal. Heel erg blanco. Dat bedoelde ik. En dan zitten 2 gezichtscremes in. Deze is heel fijn van Biotherm. De Aquasource Hyalu Plum Gel. En
een dagcreme van Vichy. Hier heb ik ook de nachtcreme van. Dat is eigenlijk alles wat er in het eerste testje zat. Fijne producten, maar zoals ik al zei, ik ga even kijken. Want sommige producten had ik al zelf. Wat ik weg kan geven aan vrienden, familie, mijn zusje. Mijn zusje komt in deze dag naar huis toe. En ik weet 100% zeker dat ze dan door mijn spullen heen gaat. Dat doet ze namelijk altijd. Dus ik zal wel de appen van je mag wat dingen meenemen. She's not the only one. Doet zij ook altijd. Dus dit tasje lag eigenlijk bij ons zeg maar, op de stoel. En iedereen mocht dan zo'n tasje meenemen. En toen gingen we dus speeddaten met de brands. En dan kreeg je bij iedere stand nog een ander product. We hebben zeg maar een soort bingo gespeeld. En je ziet hier eigenlijk... alle merken staan die onder de L'Oréal vallen. Of heel veel skincare merken. En dan kreeg je een stempel als je bij een stand was geweest om even een praatje te maken. Dingetjes die erin zaten. Van SkinCeuticals deze reinigingsgel. Die schijnt heel goed te zijn. Van Kiehl's dit Ultra Pure Serum. I love Kiehl's. Kiehl's echt... Wij zijn gisteren echt bij al die brands langs geweest. En als er... Eén brand was die ik zou moeten noemen, van ik echt dacht van, dit zou nog wel eens echt een brand kunnen zijn die goed bij mijn past zou de Kiehl's zijn. Echt, ik vond dat zo'n leuke brand, leuke mensen ook. Dit is een nieuw merk wat nu naar Nederland gaat komen. Het heet Mixa, valt dus ook onder de L'Oréal groep. En dit is echt de lekker ruikende, meest lekker ruikende bodycreme. Bestaat al 100 jaar in Frankrijk. Ja. En komt nu pas naar Nederland. Komt nu pas naar Nederland, maar dit is lekker spul. En het ruikt... Het enige wat ik dus vind is dat het net een pot verf is die je bij de Praxis koopt, zeg maar. Zo ziet het eruit, mixen. Ja, maar daarvoor is het ook betaalbaar. Ja, ik vind dus hoe mooi ik bijvoorbeeld een Lancôme ook vind, dit soort dingen, betaalbaar, maar lekker simpel. Dit is dus, doet wat het belooft. Ja, dit is dus voor je gezicht, voor je lichaam en voor je handen, echt. Ik had het gisteren op mijn hand gesmeerd tijdens die dag, zo zacht. Maar we zijn nog niet klaar. Dit bedoel ik dus eigenlijk dat er echt heel veel in zat. Dit is de Biotherm Aqua Power Advanced Gel. Dit is dus voor mannen. Maar het is wel heel fijn spul. En aangezien er niet echt een man in ons leven is, moeten we even kijken. Ik denk dat ik dit zelf gewoon ga gebruiken. Misschien voor Lily. Oh, voor Lily. Lily, wil je dit hebben? Kan Lily gebruiken. Kan Lily gebruiken. Oh, dat is goed. Lily, we hebben wat voor je. Deze vind ik wel heel fijn. Die hebben jullie mij ook al vaker zien gebruiken. De Vichy 89 Mineral Booster. Die gebruik ik vaak onder mijn make-up en die is echt heel fijn. En die van mij was bijna al zien op, dus ik ben heel blij dat deze er weer bij zat. Van La Roche-Posay. Dit is ook volgens mij een soort bodycreme. Het zit allemaal in het Frans op. Nee, die heb ik niet. Ja, bij sommige brands ben jij niet geweest. Niet. Even kijken. Is het een crème? Ik weet het niet. Lipiden aanvullende balsen met drievoudige verbeterende werking. Geen idee. Maar die in ieder geval van La Roche-Posay. Een mascara van It Cosmetics. Een waterproof mascara. Hier ben ik heel benieuwd naar. Want ik vind It Cosmetics qua make-up een heel fijn merk. En wat zat er dan nog meer in? Oh, deze wil ik ook heel graag proberen. De Kiehl's Creamy Eye Treatment met avocado. Ik heb hem vanmorgen al geprobeerd. Ja? Is super fijn. Ik ga hem ook even in mijn reistas doen. Dat ik hem meeneem op reis als ik ga. Nog een serum van CeraVe. En een Revitalift serum van L'Oréal. Zoals je ziet, heel veel serums. En je kan niet alle serums gebruiken die we hebben gekregen. Dus ik ga even kijken wat vriendinnen willen hebben. Of mijn zusje misschien. Lily. Daar hebben we ook wat voor. Het is toch wel lief dat we ook aan Lily denken. Dat jij aan Lily denkt, moet ik zeggen. Ja. Maar ja. Ik ben me er helemaal van bewust, want ik weet dat dat commentaar gaat komen. En dat mag ook. Dat dit heel veel is en dat je het niet allemaal gaat gebruiken. Maar geloof me, dan dit komt goed terecht allemaal. Dus ja, dat was eigenlijk wat we allemaal mee hebben gekregen. En verder dus, was dit een hele random vlog eigenlijk. Een soort home vlog, maar dan... Not at home. Jawel, was wel, not at home really. Maar goed, het was ook de eerste dag reserve zitten. Tot nu toe nog steeds niet opgeroepen. Dus we gaan kijken wat de rest van de week gaat brengen. Tokio, Hongkong. Ik hoorde dus net van een vriendinnetje die over 2 dagen naar Hongkong gaat vliegen. Dat ze mensen op de vlucht mist. Oh my god, dat zou toch gaaf zijn. Als ze me nou zouden
een notify zouden sturen van Ariane, je mag naar Hongkong. Dat wordt gek. Maar goed, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En de volgende video die jullie gaan zien zal een surprise zijn. Ik weet het niet. Het enige wat ik jullie wel kan teasen is dat ik na mijn reserve naar een bestemming ga waar ik eigenlijk amper kom. In een continent waar ik eigenlijk niet zo vaak kom. Ik ga namelijk naar Lagos in Afrika voor 48 uur. Daar wil ik best een vlog van maken voor jullie. Maar wij mogen daar dus het hotel niet uit. Dus dat gaat niet. En daarna, oh ja, dat was ook nog zoiets. Mijn Chicago is eruit gehaald. En er is een vijfdaagse LA voor in de plaats gekomen. Dus misschien gaan we toch naar Universal. Maar ik zeg nooit nooit. Ik wil niks jinxen. Dus ik ga gewoon zeggen van, ik ga niet naar Universal. Maar als we er zijn, gaan we. Tot de volgende keer.